Hoe werkt de gemeenteraad? De gemeenteraad in Vlissingen heeft 27 raadsleden. Zij zijn de baas van de gemeente. Wist je dat het aantal raadsleden afhangt van het aantal inwoners? Zo heeft de gemeente Amsterdam bijvoorbeeld 45 raadsleden en de gemeente Schiermonnikoog maar 9. De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad, maar is zelf geen lid van de raad. Hij of zij zorgt ervoor dat de vergaderingen goed verlopen. Iedere 4 jaar zijn er gemeenteverkiezingen. Als je 18 jaar of ouder bent, mag je gaan stemmen. Maar waar stem je eigenlijk op? Nationale partijen die je misschien wel kent, zoals D66 of GroenLinks, lokale partijen en inwoners kunnen zich kandidaat stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen. De politieke partijen leveren hun kandidatenlijsten in. Dit wordt uiteindelijk de kieslijst waar jij een kandidaat uit kiest. Tijdens verkiezingen kun je overal in Vlissingen op verschillende locaties stemmen met je stembiljet. Je stemt altijd op een persoon van een partij. Je kunt dus stemmen op iemand die je gewoon aardig vindt, of omdat het je buurvrouw is. Als alle stemmen geteld zijn, wordt duidelijk welke partijen de meeste stemmen hebben gekregen. Deze partijen leveren raadsleden aan voor de gemeenteraad. Hoe meer stemmen een partij krijgt, hoe meer zetels plaatsen in de raad. Zij zitten voor 4 jaar in de gemeenteraad. Wat doet de gemeenteraad precies? De raad is de baas van de gemeente. Raadsleden beslissen over heel veel dingen. Gaan we dit wel of niet doen? En hebben we daar wel of geen geld voor? Hebben we wel of geen geld voor speeltoestellen? Hoeveel geld hebben we voor evenementen in Vlissingen? Hoeveel supermarkten willen we toestaan? De raad controleert ook de burgemeester en wethouders en houdt de begroting, het geld dus, in de gaten. Het is belangrijk dat raadsleden weten wat er leeft onder inwoners. Raadsleden bepalen of dingen wel of niet doorgaan. En dus moeten zij ook weten hoe inwoners daarover denken. Is er iets waar je je druk om maakt of iets dat speelt in jouw wijk? Geef dan je vraag of probleem door aan een raadslid. Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. De burgemeester wordt voor 6 jaar benoemd en is onder andere verantwoordelijk voor veiligheid en openbare orde. Wethouders hebben hun eigen taken, bijvoorbeeld onderwijs, evenementen en sport. Zij hebben vaak overleg met bedrijven, organisaties en inwoners. Ambtenaren voeren dagelijks alles uit in het stadhuis. Zij zorgen ervoor dat alle plannen ook daadwerkelijk uitgevoerd worden, zoals bijvoorbeeld nieuwe riolering in jouw straat, dat de stad schoon blijft, je vuilnis wordt opgehaald en dat evenementen goed verlopen. Wil je eens komen kijken bij een vergadering? Dat kan. Iedereen is welkom bij de vergaderingen op donderdag. Er zijn adviesraden en besluitraden. Bij adviesraden worden onderwerpen besproken en bij de besluitraad wordt over deze onderwerpen een beslissing gemaakt. Kom gerust eens kijken bij een vergadering in Vlissingen. Alle informatie over de gemeenteraad vind je op www.vlissingen.nl/gemeenteraad.